Cambodja is een land met een tropisch klimaat, prachtige vegetatie en een enorm rijke cultuur. En toch is het niet gemakkelijk om hier te leven, of liever gezegd overleven. Want verschillende oorlogen en vooral het regime van de Rode Khmer hebben hier diepe wonden geslagen bij de bevolking. De heersende godsdienst is hier het boeddhisme. Maar ten tijde van de Rode Khmer mocht hier 3 jaar lang deze godsdienst niet worden uitgeoefend. Nog steeds sterven elke dag heel wat mensen ten gevolge van de landmijnen. De mensen op het platteland zijn bijzonder arm en de autoriteiten blijken niet opgewassen tegen de problemen. Tenminste, als er al stappen worden ondernomen. De bevolking wantrouwt de regering, maar de hoge graad van analfabetisme en het gebrek aan know-how maken machteloos. Let's go into the fields. Dit is Chan Chad. Chad met Hamdan, Chad Onne. En hij is geboren met zijn knieën naar de andere kant gebogen. En hij liep ook echt op de achterkant van zijn knieën. En dat hebben ze door een operatie kunnen verhelpen. Can't believe. And now he's like that. Yeah. Great. Why do people here, they believe? Copy a hat. I understand that they didn't believe it could be healed. It's really terrible. Ongelooflijk zeg. Ja, en we zijn hier aangekomen in de hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh. Het is hier enorm druk. Talloze brommertjes komen hier op en af gereden. En het verkeer blijkt dan ook doodsoorzaak nummer 1 te zijn in dit land. Hoewel er nog niet echt officiële cijfers bekend zijn, blijken de landmijnen minder slachtoffers te maken dan het verkeer. We staan hier nu in het rehabilitatiecentrum van Handicap International Belgium te Takeo, Cambodja. Dit is de plaats waar protheses worden gemaakt en waar de mensen kunnen leren revalideren. Zo, we zijn er nu bij de training van de nationale volleybalploeg van gehandicapten in Siem Reap. Hier komen 3 maal wekelijks mannen met een prothese samen om te trainen voor wedstrijden, nationale wedstrijden. Het is ongelooflijk hoe dat deze mannen eigenlijk kunnen spelen. En dat is dan ook de ideale manier van Handicap International om te tonen aan de wereld dat gehandicapten helemaal niet buiten de maatschappij hoeven te staan. Eens kijken of we er tegenop kunnen. En Frederik, hoe viel het mee? Niet te doen. Ik ben stiek kapot. En die ploeg is ongelooflijk hoe professioneel die spelen. Het is super dat zo mensen met een prothese ook zo goed volleybal kunnen spelen. Ik ben kapot en ik stop ermee. Zij gaan nog veel wedstrijden spelen, maar... voor mij meer te doen. Dat is duidelijk, hè?